Ja, we staan hier dus voor de vijfde maal in Lustrum wat betreft de uitreiking van de topscorersprijzen. En voordat we dat gaan doen wil ik eerst zeggen dat de nummer 3, Mari Doeveka, die derde is geworden, helaas ziek is geworden en dus vandaag niet aanwezig kan zijn hier. Daarom wil ik eerst het volgende doen. De topscorers wordt al jarenlang bijgehouden door een collega hier bij de sport, dat is Harry Hassema. En die staat hier naast me. Harry, jij doet dat al heel wat jaar. Hoe lang zit je al bij IJsselmond Sport als medewerker? Ik ben nu aan mijn 28e seizoen bezig. Dus langzamerhand tijd om te denken van ik heb het grootste deel gehad. Maar goed, wat de topscorers betreft, om daarmee verder te gaan. Dit is de vijfde officiële uitreiking. Daarvoor hebben we het toen besloten om het 2 jaar eens aan te zien hoe dat werkte. En je merkte gewoon aan de statistieken dat voetballers zo nu en dan toch wel even met een scheef oog naar zo'n lijstje keken. Nou, we hebben vanmiddag in de uitzending gehoord dat twee broers elkaar ook sms'ten van we gaan er nog even het spannend maken. Nou, en dat vind ik dan weer het leuke van zoiets. En je hoort er ook wel eens commentaar op en je luistert wel eens als je op een veld bent van nou ja, ik sta tweede of ik sta derde, ik moet een doelpuntje maken en dan kom ik net boven hem of... En zo gaat het dan door. Het is leuk om te doen en ook de reacties, zeker op de zaterdag, zijn leuk om aan te horen. Ja, ik zei al, je zit al lang bij IJsselmond Sport. Veel werk wat de website betreft, maar ook veel werk wat het bijhouden van de topscorersprijzen al een aantal jaren. En daarom wil ik je namens de redactie van IJsselmond Sport een bloemetje aanbieden. Omdat je toch daar veel werk in zit. Dank je voor al die werk wat je daarin hebt gestoken. We doen het met plezier. We hebben het met plezier gedaan. Goed, je hebt wel eens wat minder periodes. Maar goed, daar kom je ook wel weer overheen. Bedankt. Oké. Goed, dan gaan we naar de uitreiking van de prijs. Ja, ik zei al, de nummer 3, Mari Doeveka, is ziek. Dus we gaan meteen over naar de prijsuitreiking van de nummer 2. En dat zal de trainer van Michel Hamer doen, Jan Hoijsma van de sportvereniging Zalk. Die zal de prijs gaan overhandigen. Jan, aan jou het woord. Ja, Michel, jongen. Tweede plek. Dik verdiend, denk ik. En... Ja goed, ik zou zeggen, zorg dat je volgend jaar eerste wordt, dan hebben we er beide plezier van. Alsjeblieft. Dankjewel. Dan meteen naar de eerste prijs. 5 jaar officiële prijsuitreiking. Kijk ik even goed, dan heb je al 3 dingetjes thuis staan. Twee tweede plaatsen en 2 jaar daarvoor toen het nog officieus was. Toen ben je 1 keer gedeeld derde geworden en 1 keer gedeeld tweede. In het seizoen 2010-2011 was er wat mindere tijd. Toen kwam je maar tot 7 treffers. Dat viel tegen, denk ik. Of kun je dat niet meer herinneren? Nou, dat kan ik me nog wel herinneren. Toen dat jaar zijn we gedegradeerd. En toen scoorden we ook niet zoveel. Nee. Voor de rest altijd in de top 5 gestaan de laatste 7 jaar. Daarvoor heb ik de statistieken niet van. Totaal in 7 jaar 106 doelpunten. Enig idee in je carrière hoeveel competitie- en bekerdoelpunten je gemaakt hebt? Nee, durf ik niet exact te zeggen. Maar 200 zit ik er dan ver vanaf? Nou, dan zit je er denk ik nog een stukje vanaf. Nee, ik heb echt geen flauw idee eigenlijk. Goed. Maar in ieder geval, Herman Oosterhaar die refereerde er vorig jaar al aan. Je hebt plaats 3 en 2 gezien, zelfs 2 keer. Tijd om het volgend jaar beter te doen. Nou, je hebt je aan die belofte gehouden. Vandaar dat ik denk ook dat het heel terecht is dat je dit seizoen winnaar geworden bent van onze topscorers trofee. De eerste prijs van harte gegund, Giel. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Alsjeblieft. Yes, dankjewel. Oké. Ja, we hebben net de uitreiking gezien van de winnaars. En Giel Buiken, maar nog even een klein gesprekje met jou. Ja, topscorer geworden van de gemeente Kampen. Wat doet dat voor Giel? Ja, nee, het is leuk dat je dit geworden bent. En mijn kroning op een seizoen. Vorig jaar was je nummer 2, dat jaar daarvoor nummer 3. We zeiden het net in de radio-uitzending al. Het kan niet meer beter. Nee, kan niet meer beter. Nee, moest nou voor de plek 1. En gelukkig is het gelukt. Het is belangrijk voor je, denk ik, om wel te scoren, maar niet het allerbelangrijkste in een team. Nee, zeker niet. Teambelang gaat altijd voorop in mijn ogen. En dan komt de score erbij.
Ja, luisteraars, we zeiden het al in de radio-uitzending, maar even voor televisie. AIV, een seizoen net geen bij de nacompetitie, geen winnaar. Het was eigenlijk een seizoen van net niet bij jullie. Ja, nou uiteindelijk vind ik wel dat wij op zich wel een redelijk seizoen hebben gehad. Alleen ja, wat je aangaf tegen Zutphen was toch een maatje te groot. En ik denk dat we nog een stap moeten maken om naar de eerste klas te gaan. En is AIVV dan, ja, voor de accommodatie zijn ze klaar. Maar nu moet het ook sportief volgend jaar misschien gebeuren? Ja. Natuurlijk. Ik denk dat je vond je gewoon voor de top 3, top 4 moet gaan. En dan eventueel een periode. En ik denk dat misschien daaruit moet kunnen lukken. Michel, jij scoorde 19 keer dit seizoen. De laatste wedstrijd scoorde je 4 keer. Wat denk je? Nog even een inhaalslag maken? Ja, nog even een inhaalslag maken inderdaad. Ik zei het net in de radio-uitzending ook. Voor de lol stuurde Giel even een berichtje van ik ga er 4 maken. Dat deed zijn broer Koen. En het was ook nog zo. Alleen hij maakte er ook 1. Dus, ja. Net 1 doelpunt te weinig. Dat knaagt? Nou, nee hoor. Ik ben, met 19 ben ik ook heel blij. Ja. Met alle respect, je speelt in de 4e klasse. Dat is best wel moeilijk voetballen. Ja, sommige wedstrijden zeker. Je hebt wedstrijden bij die win je gemakkelijk. Maar als je op een veld komt waar je lastig kan voetballen, dan wordt het een stuk moeilijker allemaal. En is die 2e plek een bekroning voor jezelf als voetballer? Ja, voor topscorers? Ja, misschien wel. Voor jezelf is het wel, wel leuk. Ja, ja, zeker. En dan kijk je terug op een seizoen bij Zalk misschien net niet. Ben jou toch gewoon volledig tevreden? Nou, niet volledig tevreden. Ik heb veel wedstrijden gemist door 2 blessures. Dus in dat opzicht ben ik niet helemaal tevreden mee. Goed, we sluiten hier af als IJsselmond Sport dit seizoen. Nog 2 weken uitzending, 3 weken uitzending. En dan zal het seizoen voor IJsselmond Sport er ook op zitten. Hierbij sluiten we in ieder geval de uitzending af van de topscorers ranglijst.